Hey, welkom weer bij een nieuwe video van WP Helpdesk. In deze video ga ik je laten zien hoe je kan inloggen op de database van een website. Mits je de juiste logingegevens hebt natuurlijk. En hoe we via die weg een WordPress gebruikersnaam of wachtwoord kunnen aanpassen. Want wat heel vaak zie gebeuren is dat mensen op een gegeven moment geen toegang meer hebben tot hun WordPress admin. Omdat ze de gebruikersnaam, wachtwoord of e-mailadres niet meer weten. Of de website verzendt geen e-mails. En dan kom je dus WordPress niet meer in. Die gegevens staan allemaal in de database opgeslagen. Die zijn, als je weet waar je het zoeken moet, vrij makkelijk te achterhalen en aan te passen. Maar de weg om daar te komen, dus de logingegevens van de webhosting. De zogeheten FTP of SFTP logingegevens. Die te achterhalen kost heel vaak nog heel wat tijd. Waardoor eigenlijk, als wij dit voor je zouden uitvoeren, wat heel vaak resulteert dat het meer dan een uur werk is. Puur omdat we zoveel tijd kwijt zijn om de logingegevens te ontvangen, die te controleren en te kijken of ze werken. Wat 9 van 10 keer niet de juiste logingegevens zijn. Weer terug heen en weer mailen, zodat we wel de juiste gegevens hebben. En het dan uiteindelijk in een 2,5 minuut à 5 minuten weten op te lossen. Dus dat is niet echt iets waar waar we gelukkig van worden om daar geld voor te vragen. Dus het is, de bedoeling is dat je aan de hand van deze video dat zelf kan. Mocht je er niet uitkomen, dan kan je natuurlijk nog altijd onze hulp inschakelen. Maar dan is het wel heel handig als je direct de juiste logingegevens hebt. Anders kan het toch nog een duur grapje worden. Of je stuurt deze video door naar je webhosting provider. En vraagt hun toch heel vriendelijk om het eventjes voor je te doen. Dus laten we gaan beginnen. We gaan even voor mijn testwebsite, wat een beetje een prul dingetje is, gaan we het wachtwoord herstellen. Hier moet je kunnen inloggen. Nou ja, we weten de logingegevens niet. Dus we gaan eventjes dat achterhalen. Het begint ermee dat je een FTP-programma gebruikt. In dit geval ga ik CyberDuck gebruiken. Dat is gratis te downloaden. Nou ja, je moet hier in ieder geval dan de logingegevens invoeren. Dan maakt het uit of je een FTP of SFTP logingegevens hebt. Dat wordt meestal gewoon verstrekt vanuit de webhosting omgeving of provider. Dus daar kan je vragen wat de juiste logingegevens zijn. Voor deze site is het SFTP. Even zien. Ik heb hier een server, dat wisselt ook per website. En een wachtwoordcombinatie. Ik scherm het eventjes af voor beveiligingsredenen. Dan klik je vervolgens op verbind. Dan maakt die connectie met de webserver, met de webhosting. En dan kan je door de bestanden van je website heen bladeren eigenlijk. Hoe deze structuur in elkaar steekt wisselt per website of per webhosting provider. Dus dat is ook een beetje uitvogelen. Dit is eigenlijk het moeilijkste deel. Het is natuurlijk overduidelijk mijn eigen website, dus ik weet waar het ongeveer staat. Je zorgt dat je de WordPress logingegevens of de WordPress bestanden weet te lokaliseren. Dat zou er ongeveer zo uit moeten zien. En dan zijn er eigenlijk nog een is er nog één extraatje nodig. We gaan naar een website die heet adminer.org. En die ziet er heel oudbollig uit, maar daar downloaden we een bestandje van. Dan doen we de adminer 4.7, de laatste versie. Bestand opslaan. En dit is een enkel PHP bestandje. Dan gaan we even terug naar. En dat bestandje sleep je naar je website toe. Even zo. En dan is die geüpload. Nu doe ik even de naam aanpassen, zodat we dit gehele bestand kunnen kopiëren, de naam. En als we dat nu, even een nieuw tabblad,
richard.frl en dan daarachter dus dat adminer-471.php doen. Dan kom je in het loginscherm van dit bestandje. Daar wordt dan om het database systeem, server, gebruikersnaam, wachtwoord, database gevraagd. En dit zijn eigenlijk dan de logingegevens van de database van de website. Als je dat wp-config bestand naar je computer downloadt, dan kunnen we die even openen met een codebewerker of kladblok. Is eigenlijk ook een prima geschikte programma daarvoor. En ik ga nu even wat dingen uitblurren, maar dat. Dan kom je in het configuratiebestand van WordPress terecht. En daar moet je eigenlijk op zoek naar de define db name, define db user, db password en de db host. Nou, ik zet hem even op een half scherm en dan gaan we weer terug naar onze browser. Die db host, dat kan afwijken afhankelijk van de webhosting. Sommigen hebben daar een heel ander adres staan. Die kopieer je. Ja. En die plak je in het serverregel. Het wachtwoord kopieer je en die plaats je in de wachtwoordregel. En de user kopieer je. Die kopieer je in een gebruikersnaamregel en de database name kopieer je in de database regel. Dus weer eigenlijk heel eenvoudig. Het betere knip- en plakwerk. En nu kan je vervolgens inloggen. En dit kan er heel intimiderend uitzien. Maar wat je nu eigenlijk ziet is de database van de website. En dan heb je hier de WordPress prefix. En dan gaan we op zoek naar de underscore users. In de linker kolom, want die staat eigenlijk altijd vast. Dus dat is makkelijk herkenbaar. Nou ja, daar klik je op. Dan vervolgens gegevens selecteren. En dan zie je dus een nieuw scherm. En hier zie je eigenlijk het overzicht van de gebruiker. De gebruikersnaam. De weergegeven naam. Gebruikers e-mailadres en een user password. Het is niet zo dat dit het wachtwoord is. Een wachtwoord wordt namelijk altijd gecodeerd opgeslagen. Dus het is niet dat je het bestaande wachtwoord hieruit kan vissen. Dat zou enorm onveilig zijn. Maar wat je wel kan doen is dat je op bewerken kan klikken. En als je dan hier bij user pass md5 aanklikt, de tekst weghaalt en dan daar een nieuw wachtwoord invoert. Ik doe even het wachtwoord tijdelijk. Voer even het wachtwoord tijdelijk in. En die slaan we op. Naar het login scherm gaat en je vult je gebruikersnaam in en het wachtwoord. Dan kan je dus weer inloggen. We hebben natuurlijk nu een super simpel wachtwoord ingesteld, dus ik ga even naar het profiel en genereer een nieuw wachtwoord zodat het allemaal weer veilig is. Maar dat is eigenlijk in basis hoe je dus een wachtwoord reset in de database of aanpast. Wat je dus hier ook kan doen is de gebruikers e-mailadres aanpassen. Dat is ook gewoon een optie. Dat is Je kunt dus ook hier het gebruikers e-mailadres aanpassen. Dat is ook een optie. Op die manier kan je dus heel snel weer toegang krijgen tot je website. Naderhand, als we klaar zijn, log je natuurlijk uit in dit scherm. En wanneer we terug gaan naar Cyberduck, is het ook handig om dit bestandje weer te verwijderen. Want het is toch een extra mogelijkheid om toegang te krijgen tot de database. Ook al hebben ze nog steeds wel natuurlijk eerst jouw logingegevens uit het wp-config nodig. Maar goed, je wilt zo min mogelijk kansen bieden om binnen te komen.
deze Antminer, met dit Antminer programma werkt eigenlijk altijd, want het is gewoon een bestandje, je kan downloaden en uploaden op eigenlijk iedere webhosting server. Wat sommige webhosting partijen ook nog hebben is dat je bijvoorbeeld achter een websiteadres / phpMyAdmin typt en op die manier op een login scherm uitkomt. Wat eigenlijk exact hetzelfde werkt. Maar goed, deze website of deze host ondersteunt dat niet. Sommige webhosting providers hebben een eigen admin of database beheersysteem, zoals bijvoorbeeld Flywheel. Volgens mij bijvoorbeeld Fervida heeft mysql.fervida.com, zo uit mijn hoofd. Ja, die hebben dus dit als inlogscherm, waar je dus een serverkeuze moet maken en je gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren. Dus die hebben de phpMyAdmin op een andere server draaien. En zo zijn er nog een aantal variaties hierin. Maar de stappen om in te loggen met dat Adminer, die zijn in ieder geval altijd consistent. Dus die kan je in ieder geval altijd gebruiken. Ja, tot zover. Bedankt voor het kijken. En vergeet je ook niet hieronder te abonneren op ons kanaal en op het bel-icoontje te klikken, zodat je ook updates krijgt van toekomstige video's. En laat ook vooral een reactie achter als je geholpen bent door deze video. Of als je nog vragen hebt. Dan gaan we je proberen zo goed mogelijk te helpen. En mocht je er niet uitkomen, nou, kan je dus een reactie plaatsen. Je kan ons e-mailen via wphelpdesk.nl. Of als je in Nederland bivakkeert, kan je 0900 0279 bellen. Dan helpen we je telefonisch. Ja, laat het van je horen. Zeker ook als het gelukt is. Dat vind ik alleen maar leuk. Bedankt voor het kijken.